Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland en een enkele opklaring. Dat heeft alles te maken met een zwakke frontale storing die van noord naar zuid gaat trekken. Vanochtend de regen en motregen vooral de noordelijke helft van het land. Aan het einde van de ochtend bereikt het de grote rivieren. Dus in het zuiden is het nog droog, daar schijnt af en toe de zon. In de loop van de dag trekt de regen via het zuiden langzaam weg. Maar in Limburg, in Maastricht, wordt het pas vanavond om 7 uur droog. Daar wel de hoogste temperaturen, 19 graden. langs de Noordkust worden het 13 graden. En na de regen steekt er een noorden tot noordoostenwind op. En die is frisjes. Vanavond brede opklaringen. In de nacht dan koud. Op de uitgebreide schaal vorst aan de grond. En morgen hebben we dan schitterend weer. Vrijwel geen wind. Flinke periode met zon en slechts een paar wolkjes. 17 tot 20 graden wordt het. Aanmerkelijk zachter dan vandaag. Maandag krijgen we opnieuw te maken met een regenstoring in de nacht. En enkele buien overdag. Er zijn maandag veel wolkenvelden. Af en toe schijnt ook de zon en de temperatuur levert weer in. Ook dinsdag en woensdag is het niet al te warm. Het is wel grotendeels droog. Er valt hooguit een enkel buitje. Temperaturen 14 tot 17 graden. Ik wens u een goed weekend bij Michiel Severin van Weerplaza.